Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en vandaag gaan we ons richten op kerstdecoratie. Ik ben niet zo heel erg creatief en knutselachtig, maar ik kwam deze tegen en ik dacht van, ga ik gewoon met jullie delen, ik ga hem proberen. Ja, ik was er eigenlijk al mee bezig om hem te maken. Het is een soort kerstkrans met allemaal kerstballetjes. Ja, midden in het filmpje kwam ik erachter dat ik niet veel kerstballen had, dus nu heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald en doen we het gewoon lekker even opnieuw. Wat heb je hier eigenlijk voor nodig? Niet zo erg veel. Je hebt een ijzeren kledinghanger nodig. En dit ziet er echt heel erg stom uit, want ik was dus al bezig en toen heb ik hem weer uit elkaar gehaald. En ik heb geprobeerd een kledinghanger ervan te vouwen. Het is me niet gelukt, dus nu ziet het er zo uit. Het is een beetje zielig, ik weet het. Maar dit is zo'n ijzeren kledinghanger. Je hebt die vast nog wel in de kast hangen. En wat heb je nog meer nodig? Ja, heel simpel. Kerstballetjes. Meer niet. Ik heb wat rode, ik heb wat zilveren. De rode waren bijna op, dus ik heb vooral zilveren. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan dus onze eigen kerstkrans maken. Kijk mee. Nou, het spreekt redelijk voor zich. Het is echt ook hartstikke makkelijk om te maken. En daarom vind ik het ook heel erg leuk om te doen. En met jullie natuurlijk te delen. Je pakt die kledinghanger. De klerenhanger. En die ga je uit elkaar vouwen. Je moet hem vaak even uit elkaar draaien hierboven. En dan probeer er zo'n mooi mogelijke cirkel van te maken. En dat kan je het beste doen met een tangetje. Ik ga het vandaag gewoon lekker met de hand doen. En dat maakt ook niet uit als het geen perfecte cirkel is. Want daar zie je niks meer van aan het einde. Dus ik haak hem bij elkaar. Ik was dus al redelijk op weg. Ik maak hem nog ietsjes ronder. Zo wil je hem ongeveer hebben. En wat ga je dan als volgende doen? Het is echt super makkelijk. Je gaat al die kerstballetjes ga je eraan rijgen. Dus dat gaan we nu even doen, maar dan wel versneld, want anders dan moeten jullie heel lang wachten. Oké, zoals je kan zien is hij redelijk goed opgevuld. Ik heb bovenin nog een beetje ruimte vrij. Dat maakt niet uit, dat kunnen we gewoon opleuken met andere dingen. Wat slingers of wat lampjes of zo. Ik ga even kijken wat ik nog heb. Voor nu maak ik hem wel dicht, dus ik ga dit weer om elkaar heen buigen. Oké, dat is hem dan. Zoals je ziet maakt het niet heel erg veel uit dat ik hem in een hele scheve cirkel had gevouwen. Ik heb hier boven nog wat ruimte vrij. En zeker als je hem gaat ophangen, dan gaan die balletjes naar beneden zakken. Dus dat ga ik opleuken met, ik heb wat takken gevonden. Gewoon van die plastic takken. Die moet ik nog wel even gaan slopen, maar daarna kan ik ze er doorheen halen. En dan wordt het nog een stukje feestelijker. Oké, ik heb wat plastic takken losgepeuterd. Niet van de kerstboom, maar ik had nog iets liggen. Wat je in de tuin of zo kan planten. Dat ga ik toch niet gebruiken. Dus dan gaan we het gewoon hiervoor gebruiken. En die ga ik gewoon overal mee wikkelen. Dat doen we weer in een snel tempo. Want dat scheelt een hoop tijd. Nou, zoals je ziet hangt hij. Ik heb er nog wat lampjes in gedaan, wat slingertjes. Wat van die takken dus die ik nog ergens vond. En het ziet er eigenlijk hartstikke geinig uit. Ik ben er wel blij mee en ik laat hem ook zeker hangen tot na de kerst. En op 1 januari dan flikker ik het gewoon weer weg natuurlijk. Maar tot die tijd kunnen we er lekker van genieten. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. En stuur foto's door van wat jij ervan hebt gemaakt. Kan je doen via WhatsApp bijvoorbeeld. En we kregen ook veel de vraag waar onze kortere video's zijn. We hebben in het begin natuurlijk heel veel korte video's gedaan. En dat doen we de laatste tijd een stuk minder. Tenminste, op YouTube doen we dat minder. Maar die komen dus tegenwoordig op onze Facebook te staan. Dus check ook even onze Facebook voor kortere tips, snelle tips. Hou YouTube in de gaten voor de wat uitgebreidere do-it-yourself en handige dingen. Vond jij deze video nou leuk? Abonneer dan eventjes op ons. Volg ons op Instagram, Snapchat, Facebook. Voeg ons toe op WhatsApp, stuur ons een berichtje en kom gezellig praten over dingen. Heb je zelf ideeën? Laat het weten in de reacties. Heb je nog een vraag? Laat het dan ook weten in de reacties. Want dan gaan wij voor jou aan de slag en dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.